geschilderd werd, aan de buitenkant is klaar. En ik heb de lichten die heb ik opgepoetst en er weer opgezet. En alles werkte, hebben we net getest. En ook deze kant is nou helemaal groen geworden. Ook de bovendelen en de onderdelen, die zijn groen. Ja, en de klant is wezen kijken en die vindt hem mooi. Dus nou, wat wil je nog meer? En het is ook een toffe kleur. Ik heb het afgekeken van de Connection buslijn hier in de buurt. Die hebben ook zo'n kleurstelling. En die hadden ook dat signaalgeel als hoofdkleur. Dus dat groen, dat past er gewoon heel mooi bij. En ik ben ook heel blij dat de bumper nou grijs is. Want dan wordt het weer meer een normale Mercedes. Als die helemaal overal geel is, ja, dan is het toch een aparte wagen, hè? Ik heb het keukenkastje op zijn plek gezet en vastgeschroefd. En ik heb alle slangen nu aangesloten. Dus in principe zou de waterleiding dan daar in ieder geval compleet moeten zijn. Toen wou ik de kraan erop gaan zetten. En toen dacht ik van, hé, ik moet de bovenkant van het blad nog een aantal keren lakken. Want dat was maar 3 keer gelakt en ik wil 5 keer. Dus ik heb er nu 2 keer overheen gelakt. En als ik dan toch bezig ben, heb ik ook meteen de badkamer nog maar eens even laklaag 4 en 5 erop gezet. Want ja, overal vochtige ruimtes. Je kan houten wanden gebruiken, prima. En dat werkt ook heel goed, maar je moet ze wel heel dik lakken. Dan werkt het. Dit voelt gewoon een beetje aan als pakjesavond. Ik ben alle items die in het keukenblok moeten komen, ben ik aan het uitpakken. Dit wordt het fornuis. De kraan staat hier achter al. We gaan hem erin zetten. We zijn nu zo'n 2 uur verder. En kijk, dit begint een keukentje te worden, hè? Het fornuis zit op zijn plek. En ik heb hem ook aangesloten. Hier met een koperen buis. En een schotdoorvoer zoals het hoort. Dus dan gaan we dat straks eens testen. Bij 1, 2, 3 kussens heb ik hoezen laten maken. Van 70 breed en 40 breed. En omdat de vulling nogal duur was, heb ik gewoon een matras gekocht van koudschuim. Van een goede kwaliteit. Soortelijk gewicht 45, dus het slaapt echt goed, dat weten we uit ervaring. En om te gaan snijden heb je een elektrisch mes nodig. Want je kunt het met een broodmes doen, maar dan krijg je zo'n zaageffect en dat wil je niet. En een metalen liniaal en een stift om het af te tekenen. Gaan we het schuimrubber op maat schagen. We hebben een rechte lijn getrokken op 70 centimeter. Zo, ik heb even wat krasjes op de grond gezet en daarop het matras gelegd. En dan kan ik goed doorsnijden, zeg maar. Dan hoef ik me geen zorgen te maken. En zo valt hij ook niet een vreemde plek op of zo. Het gaat niet zo snel als dat ik dacht. Het is natuurlijk een matras van 14 centimeter en koudschuim. Maar het resultaat is wel heel netjes. Ik krijg mooi de maat die ik wil. En daar gaat het om. Dan duurt het maar even wat langer. De zaagsnede is niet perfect, maar hij is netjes genoeg zo. We gaan morgen naar de keuring. En dan heb je een aantal dingen nodig. Het bed staat nu in hoog. Het kussen heb ik nou. Hier heb ik alvast een rozet neergezet. Daar komt de tafelpoot in. En omdat ik die tafelpoot wil neerzetten, ben ik even de vloer aan het isoleren. Ik leg er gewoon een laag XPS schuim op. En heb hier latjes die ik vastschroef. En daarop leg ik een vrij dunne laag triplex. Ja, dit is 5 mm of zo. En daar overheen komt zeil. Zo simpel kan het zijn. En dat die vloer kan zo dun zijn, omdat die helemaal gedragen wordt door dat XPS schuim. En er zit mijn schroefjes vast op de latjes. Dan gaat allemaal nergens heen. En dat werkt perfect. Zo, de vloer wordt al wat. Hier ligt al schuim op de grond. En dan gaan de buizen, die verdwijnen dan. Die zijn net zo hoog als het schuim, dus die verdwijnen dan meteen ook mooi. En hier heb ik een gat gemaakt voor dit rozet. Dat komt in de grond. Maar die rozetten steken nogal diep, dus ja, dan moet je een gat maken. En je moet eromheen natuurlijk een versteviging maken van houten latjes.
Want als je die rosette tegen het schuim aantrekt, dan staat die niet stevig genoeg. Die moet goed ondersteund worden. Dat doe ik dus zo. We zijn in Roosendaal bij de RDW. Want hier wordt die omgekeurd tot camper. Ik heb al betaald, dus hij staat binnen en de keurmeester die is nu aan het kijken. Het zal wel goed komen. We zijn onderweg terug naar huis. Nou, de keuring is goed verlopen. Het gewicht is naar beneden gegaan. Hij woog op kenteken woog die 3055. Dat is heel ongunstig natuurlijk. En nu weegt hij 2844. Dat scheelt volgens mij zo'n 3 stappen in de wegenbelasting. Dus we gaan kijken wat dat doet. Nou, sowieso, je moet zo licht mogelijk zien te keuren. Want ja, wegenbelasting betaal je de rest van je leven. En hoe lager, hoe beter natuurlijk. Want de wegenbelasting voor zo'n auto als deze is al helemaal niet mis. De laatste keer moest ik €1150 geloof ik betalen voor 3 maanden. Dus kan je nagaan. Als daar wat af kan, heel graag. Maar nu is hij natuurlijk camper. Nu gaat hij nog naar kwart tarief. En in volgend jaar wordt hij half tarief. Maar dan blijft er nog veel geld over hoor. Om te betalen. Dus ik ben heel blij. En ik ga nu de zonnepanelen erop leggen. En de accu erin zetten. En de koelkast en zo. Dat voegt ook allemaal weer gewicht toe. Maar dat staat niet op het kenteken. En dat is heel belangrijk. We zijn weer thuis en nu gaan we de items inbouwen die we thuis gelaten hebben. Een reservewiel, 29 kilo. Een koelkast, 28 kilo. Zonnepanelen, 2 stuks, samen 42 kilo. De lithiumaccu, die was 21 kilo. Gasfles, 13 kilo. WC, 9 kilo. En dan hebben we verder nog een vriezer. Die heb ik hier nu niet, maar die is 21 kilo. En ja, dat zijn allemaal van die dingen. Daar kan je het gewicht behoorlijk mee naar beneden brengen. En ze maken er geen opmerkingen over, want je hoeft al die items niet te hebben. Ja, één ding had ik wel over het hoofd gezien. De gasfles moet wel aanwezig zijn. Want die hoort bij het fornuis en hij vergaf het me, maar daar moet ik dus wel aan denken. Maar al die andere items, die kan je rustig thuis laten. Scheelt je allemaal wegenbelasting. Let daarop.